Welkom bij Brink. Ik ben Adriaan, ik ben productiecoördinator op de afdeling Lasserij hier bij Brink Trekhaken. En ik vervul deze functie nu een half jaar. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het aansturen van de mensen op de afdeling, contact met de andere coördinatoren voor een efficiënte samenwerking en ik rapporteer aan het management. Mijn gemiddelde dag verschilt per week. De ene week begin je met een vroege dienst, dan start je samen met je team de afdeling op, dus koude start. En de andere week heb je een warme overdracht met de vroege ploeg, dus dan neem je de afdeling in principe over. Dan zet je gewoon de productie zoals dat op dat moment loopt voort. Ik ben Azize, ik ben 24 jaar oud en ik werk als productiemedewerker bij Brink via Randstad. Mijn dagelijkse werkzaamheden, ik sta aan de lijn als emballagemedewerker en we maken elektrische trekhaken die onder de bumper vandaan komen. Maar mijn gemiddelde dag is soms hectisch en soms lekker rustig. Het ligt er maar net aan wat voor dag het is. Leuke aspecten aan mijn functie. Ik vind de dynamiek in mijn functie vind ik erg leuk. De collegialiteit op de afdeling is bijzonder goed. In mijn functie krijg je gewoon veel mee wat er binnen het bedrijf ruilt en zelf. Nou, wat ik leuk vind aan mijn functie zijn mijn collega's. Die zijn hartstikke gezellig. Die helpen mij waar het nodig is. Omdat ik een klein meisje ben, kom ik natuurlijk niet overal bij. En er zijn heel veel dingen te zwaar voor mij. En hun nemen mij dan meestal over. Bij Brinkma produceren wij trekhaken die wij internationaal leveren aan de autofabrikanten, de officiële dealers en het aftermarket segment. Alle onderdelen komen bij ons aan de lijn en binnen 10 minuten hebben wij een trekhaak in elkaar. We hebben 10 stations aan de lijn. Bij elk station worden andere onderdelen erop gemaakt. Bij station 10 wordt het een hele trekhaak. Ik ben met Brink als robotoperator begonnen. Binnen Brink wordt er ook goed naar de medewerkers zelf gekeken. Afhankelijk van de capaciteiten die een persoon heeft en de inzet, worden de mogelijkheden geboden om door te groeien. Zo ben ik ook in deze functie beland. Mijn contact met Randstad is goed. Mijn contactpersoon komt altijd een praatje maken als ik op de werkvloer ben. En hij heeft zelfs een dagje meegedraaid met werken met mij. Dus dat was hartstikke gezellig. Nou, ik raad mensen aan om hier te werken omdat het een gezellige werksfeer heeft en het betaalt goed. Er is een grote diversiteit aan activiteiten en functies die bekleed kunnen worden. Gewoon top. Nou, mijn collega's zijn hartstikke leuk. Ik heb de grootste lol met ze. Morgen op mijn werk komt. Het eerste wat ik doe is mijn collega's begroeten. En dan gaan we er als team zijn een mooie dag van maken. Wat doe jij morgen?